En in de realiteitsfase komen jullie alle twee met die pijn naar boven. En dus ik zat er toen een keer bij pak. En in het algemeen, wat gebeurt er dan? Heel veel ruzies, frustraties. Waarom? Omdat je eigenlijk alle twee met die pijnen zit. En in de plaats van dat gewoon op een deftige manier aan elkaar te communiceren. Hallo, ik heb pijn. Hallo, ik heb ook pijn. Begint er verwijten te komen, ruzies te komen. En dan zijn er twee opties. Heb het gehad. Ja, die onverwerkte pijn, die komt naar boven. Heb het gehad. En hij zegt, voert. Ik wil die vrouw niet meer hebben of die man niet meer hebben. Te veel miserie. En wat gebeurt er dan? Kan gebeuren, die mens gaat uit je leven of die vrouw gaat uit je leven. Maar je hebt nog altijd niets gedaan aan je onverwerkte dingen. Hè? En wat gebeurt er dan? Een paar jaar later. Amai, er komt eerst zo'n knap madame langs. En je denkt, oh ja, dat gaat misschien wel lukken met die. Maar, wat zit er? Je zit nog altijd met je onverwerkte zaken. En in het algemeen, in elke relatie dat je gaat hebben, een liefdesrelatie, komt er altijd een vorm van verbinding tussen jullie twee. En die pijn gaat weer naar boven komen. En eigenlijk is de kunst en de kracht dat je moet vinden om met die pijn aan de slag te gaan. Je kunt, het is makkelijker als die persoon meehelpt en zegt, ah, dank wel dat je dat deelt. Of je kunt ook met jezelf aan de slag gaan. En dat is bijvoorbeeld altijd wat ik heb gedaan. Ik heb ook vele relaties gezeten, weggelopen. Nu ben ik al lang getrouwd. Maar je moet met jezelf aan de slag gaan. En die persoon gaat vaak de pijn van vroeger triggeren. Dus eigenlijk geeft die persoon nu een mogelijkheid en een kans om te zien wat er nog niet is opgelost. En wat is het volgende proces dat kan gebeuren? Is bijvoorbeeld als je voelt, ik zeg maar iets, dat er een bepaalde kwaadheid naar je vrouw zit of naar je man zit en je snapt dat niet goed, hoe dat komt, is de kans bijzonder groot dat dat een kwaadheid is dat eigenlijk van je ouders ergens voorkomt, maar zij triggert die pijn die eigenlijk in je zit. Ook al zijn ze er niet, die pijn wordt getriggerd. En de kunst is in het leven is om iets aan te pakken en om dat in je rugzak te steken en om dat los te laten. Samen in een gezin, in een relatie, kun je er dingen naar boven komen en je pakt aan. Wat gebeurt er nog soms? Dus je zit... Maar je moet sowieso met je eigen aan de slag gaan. Je moet daar die pijn gaan oplossen. Maar wat gebeurt er soms? En soms zijn mensen niet enorm verliefd. En dan komen er kleine pahatters. Er komen kindjes langs. Hallo mama, hallo papa. En wat gebeurt er? In die dynamiek, die kindjes... Ook al kennen zij hun grootouders misschien nog niet zo goed, zij gaan ook dingen doen dat je kunnen triggeren. Ze kunnen niet luisteren naar je, ze kunnen ambetant worden, ze kunnen hun eigen wil doen en allemaal dingen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er ook weer dingen getriggerd. En wat we in het algemeen doen is altijd, de mens die wordt getriggerd, ja, jij moet... Leren luisteren. Als jij niet doet wat ik wil, word ik ambetant. Ja, jij kleine snotter. Stop met zo je eigen wil door te drukken. Je moet daarmee stoppen. Want als jij stopt met je eigen wil door te drukken, heb ik meer rust. En eigenlijk is de kunst van alles wat ik hier vertel, is vooral de focus te gaan houden van, oké, wat triggert er mij hier? Wat doet er nu eigenlijk pijn? En als je begint in te zien, want heel vaak een gemiddelde mens die heeft een 50-tal emotionele behoeften. Liefde, zachtheid, aanraking, begrepen worden en nog zoveel dingen. Of rekening houden worden met u. En eigenlijk moet je gaan voelen van waar zit de meeste pijn? En op het moment dat je begint te beseffen van, daar zit eigenlijk mijn meeste pijn. Eens dat je dat begint in te zien, kun je daar ook mee aan de slag gaan. Nu is er ergens zoiets van, die pijn wordt getriggerd, poem. Nee, probeer te gaan kijken, oké, wat is dat hier? Ik als coach, ik help dagelijks mensen. Ik als coach, ik doe dat ook. Ik ga proberen kijken van, oké, wat is de pijn? En soms kunnen mensen dat niet alleen. Daarom dat ik er ben, omdat ik dan kan zijn... Volgens mij heeft het met dat te maken. En het slot van alles
Dus als je weet van, het heeft met dat te maken, krijg je de kans om dat ook ergens op te lossen en om dat in je rugzak te steken. En in het leven gaan we altijd ergens wel getriggerd worden. Zolang dat je in relaties bent met mensen, gaan er altijd dingen zijn. En waarom leg ik dat uit? Is, stel dat we die pijn niet oplossen, dus die pijn blijft hier bestaan, de partner met de pijn lost zijn eigen dingen ook niet op, de kinderen triggeren nu ook. Als dat allemaal te veel wordt, dan is een verslaving dichtbij, omdat je het eigenlijk niet aan kunt. En wat zoekt je dan ergens in die verslaving? Een beetje rust, misschien een beetje begrepen worden, misschien een keer de dingen loslaten, misschien een stuk van verbinding. En dat is eigenlijk wat je moet proberen zoeken in het echte leven. De meeste mensen die mij kennen, die weten ook dat er eigenlijk nog één grote pijler is in mijn leven. En dat is God. Ik weet dat niet iedereen daar voorop staat. Maar voor mij is er ook, ik geloof echt dat er een God bestaat. En voor mij, ik zou hem zelf bijna in het midden durven zetten. Dat hij mij ook helpt, of ons helpt, van onze triggers te zien. En ook niet altijd alles te verwachten van de andere mensen. Ik ga hem niet in het midden zetten, ik ga hem eerder hier zetten, of zelf achter mij. Van, als ik met bepaalde pijn zit, en ik verwacht dat mijn vrouw dat oplost, of mijn kinderen. En als ze dat niet kunnen oplossen, zit ik in frustratie. Dus ik ga eigenlijk die pijn, als het ware, aan God proberen geven. Van, kijk, kun jij dat voor mij oplossen? Klinkt een beetje misschien moeilijk, maar probeer ervoor open te staan wat ik zeg. En dat is eigenlijk ook hoe dat ik in mijn leven dat gedaan heb. Ik had altijd bepaalde pijn in mij. En mijn mama was soms een beetje dominant naar mij en ik kon daar moeilijk mee omgaan. En ik zocht altijd die bevrijding en die goedkeuring en die liefde zocht ik bij andere mensen. En daardoor, als ik voor je partner zat, legde ik soms een enorme druk op die mensen, zonder dat ik dat door had. En die vrouwen onbewust voelden dat en die hadden zoiets van, oh, die Michael, voel me al zijn pijn, daar ga ik van weggaan, ze. Een paar jaar geleden heb ik dan meer God leren kennen. Ik heb die pijn aan hem kunnen geven. En ik heb een normale, een veiligere relatie kunnen opbouwen op die manier. Oké, waarom zeg ik dat allemaal? Omdat het belangrijk is dat elke mens, die pakt dingen mee uit zijn verleden. En soms moet je dat een beetje aandacht geven. Of als er in de huidige wereld de dingen getriggerd worden, kun je misschien beter de link leggen. Dat heeft met dat te maken, dat heeft met dat te maken. En als je het dan kunt verwerken, dan kun je eigenlijk ook echt dingen loslaten en kun je echt een gezonde verbinding beginnen creëren met andere mensen. Oké, dus dat was hier een beetje een uitleg. Ik heb daar ook een boek over geschreven, Kiezen voor elkaar. Je kunt die ook altijd bestellen als je wilt. Maar ik hoop dat je iets hebt gehad aan die video. Je mag mij altijd feedback geven. En ik wens u superveel succes met dan misschien zelf een kaart te brengen. Of je mag mij ook altijd contacteren. Ik kan u daar ook bij helpen. Veel succes!